Er is, een, er is een zeer groot integratieprobleem. En wat er vooral zo zorgwekkend aan is, is dat dit integratieprobleem op vandaag enkel maar groter wordt. Dit wordt groter omdat er op vandaag een, een vorm van omgekeerde integratie plaatsvindt. Je kan het zelfs desintegratie noemen, waar we zien dat uh, allochtonen van de derde of vierde generatie dat zij minder goed geïntegreerd zijn dan hun voorouders van de eerste of tweede generatie. Uh, dat ze zich eigenlijk gaan afzetten tegenover het gastland waar zij uh, verblijven. Het tweede, de tweede oorzaak waarom er een omgekeerde integratie plaatsvindt, is omdat we op vandaag zulke massamigratie zien richting Noordwest-Europa, richting Vlaanderen en Nederland, dat er zoveel groepen nieuwkomers bijkomen, dat de groepen nieuwkomers van het verleden, dat we die eigenlijk niet kunnen integreren. We zijn daar nog niet mee klaar met de integratie, maar toch zeggen de regeringen van Vlaanderen en Nederland, laat ons nog veel meer nieuwkomers gaan importeren richting ons land. En op die manier creëer je dus omgekeerde integratie in plaats van goede integratie. En dat toont zich op allerlei vlakken. We zagen het in de video. Die komen tot vier keer vaker in aanraking met justitie, met politie. We zien dat ook op de cijfers van de, de thuistaal bij leerlingen in het lager- en, en kleuteronderwijs. Daar zien we in Vlaanderen dat bijna één op de vier leerlingen opgroeit in een gezin waar het Nederlands niet de voertaal is. Ja, dat heeft als gevolg natuurlijk dat men begint aan het onderwijs met een grote achterstand en dat je eigenlijk op al die jaren onderwijs ja, die afstand niet meer kan inlopen en op die manier uit elkaar gaat groeien. We zien dat ook op bijvoorbeeld de tewerkstellingscijfers, zien we dat alochtonen veel minder vaak aan het werk zijn dan autochtonen, dan Vlamingen en Nederlanders. En ja, als er één manier is om goed te integreren, dan is het aan het werk gaan, deel uitmaken van de samenleving op die manier. En als je dat niet doet, wordt dat natuurlijk een veel moeilijker eh, verhaal. En, nou, het gevolg daarvan is dat we dus in Vlaanderen en Nederland met een heel grote groep zitten van allochtonen die zich eigenlijk helemaal geen Vlaming of Nederlander voelen. En dat is eigenlijk op zich nog niet het hele grote probleem. Het grote probleem is dat die mensen die zich geen Vlaming en Nederlander voelen, ook gewoon vijandig staan tegenover Vlamingen en Nederlanders. Dat is het grote probleem.